Dit is Markenbinnen. En in Markenbinnen staat duurzaamheid hoog op de prioriteitenlijst. Daarom werd vrijdagmiddag de zonneinstallatie van de coöperatie Duurzaam Markenbinnen in gebruik genomen. Ja, ik heb een paar mijlpalen van het hele project op een rijtje gezet. En van de 177 mensen die die enquête vertegenwoordigden, had een groot aantal, dat weet ik even niet uit mijn hoofd, gezegd dat ze duurzaamheid toch wel een belangrijk onderwerp vonden. En daarvan hadden 80 mensen aangegeven dat vooral zonne-energie toch wel hun belangstelling had. Maar nou ja, het is natuurlijk in dit dorp zo ten eerste dat er een heleboel panden zijn die daar, nou ja, ook qua uiterlijk wil je dat toch liever niet, want het, meestal is het niet een verfraaiing van een huis, van het dorpsgezicht. En de andere kan zijn dat, dat er een paar bomen in de weg staan. Toen kwam het idee om het collectief te gaan doen. Postcode Roos is een model voor het investeren in zonnepanelen, waarbij alle inwoners in die postcode Roos een korting krijgen op hun energierekening als zij investeren in een centraal punt met zonnepanelen. Dat was wel. We hebben eerst geprobeerd een zonneweide in te richten, maar dat kon niet vanwege UNESCO. Het fort ligt hier vlakbij. En toen hadden wij zoiets van, ja, wat kunnen we doen? Toen zijn we de boeren opgegaan. Hier in de Starnmeer zijn we gaan kijken. En daar hebben we twee bezoeken gebracht aan twee boeren. En één boer was zeer geïnteresseerd, dus daar zijn we mee in zee gegaan. Ongeveer twee jaar geleden is het inderdaad zo gegaan dat de mensen van Duurzaam Markenbinnen, die kwamen hier op basis van beelden van Google. Dachten ze van, dit is een mooi dakvlak voor de zonnepanelen. En ze kwamen het erf op en met de vraag, wil je daar aan meewerken, ja of nee? En toen hebben we gezegd, ja. Gaan we nu eens in werking stellen? Ja. Dat is de eerste. Nummer 1. Dit is nummer 2. Nummer 2. En dit is nummer 3. En nu hebben we allemaal ons rendement van de omvormers voor ons eigen zonnedak. Wij hebben dakvlak genoeg en niet alleen wij, maar de rest van agrarisch Nederland hebben ook heel veel dakvlakken die geschikt zijn voor zonnepanelen. En in dit geval geeft dat niet alleen mij een goed gevoel, maar ook de mensen die hier aan meedoen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is om gezamenlijk een project op te starten waar iedereen een goed gevoel bij krijgt. Ik hoop dat er wat zichtbaar is. Ja, er is een beeld zichtbaar. Ja.